Ik doe nu net of ik Ivo van der Vat ben. Linda Jansen van Dordrecht Museum, hè, bij je. Ja, klopt. Ja. We staan hier in Pictura en het is vandaag de start van de open atelierroute. Wat is nou de open atelierroute? Wat is dat? Dat is eigenlijk heel bijzonder. Het heeft 3 jaar geleden voor het laatst plaatsgevonden in Dordrecht. En het houdt in dat kunstenaars uit Dordrecht en ook vormgevers 2 dagen lang hun deuren openen voor publiek van 11 tot 5. Dus je kunt een kijkje nemen achter deuren die normaal gesproken gesloten blijven. Je maakt kennis met kunstenaars, ziet waar ze zich mee bezighouden. Je ziet hun nieuwe werken. Kortom, een hele unieke belevenis. Ja, hoeveel kunstenaars zijn er actief in Dordrecht? We gaan even een klein stukje wandelen. Ja, is goed, want prima. We zitten midden in een tentoonstelling. Ja, we zitten nu in de tentoonstelling gemaakt door Ivo van der Vat. Met ook werk van Ivo van der Vat. Ook een bekende Dordtse kunstenaar. Ook die tentoonstelling maakt onderdeel uit van de route. Ik kijk af en toe naar beneden, zodat ik niet over het kunstwerk van Ivo van der Vat val. Dit zijn allemaal kussens, hè? Ja, Van strandstoelen of tuinstoelen of zo lijkt het. Ja, klopt, van tuinstoelen. Hij heeft er een prachtige compositie van gemaakt. En ik vind het zelf een heel, heel mooi, bijzonder werk. Dus als je de atelierroute doet, bezoek ook de tentoonstelling in Pictura. De ateliers. We zijn hier trouwens in Pictura, wat ook het startpunt is van de atelierroute. Dus je kunt hier een plattegrond ophalen met alle ateliers, alle informatie. Wie deelnemen, waar de ateliers zich bevinden. We hebben hier een infobalie. Er zijn rondleidingen niet te vergeten door Kees Ties, een hele bekende journalist uit Dordrecht. Marieke van Leeuwen, actrice, die geeft zondagmiddag om 1 uur een rondleiding. Het start allemaal in Pictura, de basis waar we nu zijn. Een heel vol programma volgens mij, ook omdat maar liefst meer dan 50 kunstenaars deelnemen. Dus heel veel ateliers die te bezoeken zijn. En dan hebben we ook nog een filmprogramma in het Dordrechtse Museum. Dat duurt een half uur ongeveer. En dat zijn allemaal korte films van Dordtse filmmakers. Dus ook heel tof om te gaan kijken. En ook dat vormt een onderdeel van de atelierroute. En dat allemaal in dit weekend? Dat allemaal in dit weekend. Dus we zijn nu net gestart. Dus ik zou zeggen, kom snel naar Pictura. Want als je alles wil doen en wilt zien, dan heb je die 2 dagen echt nodig. Nou mensen, dit is een oproep. Wilt u dit allemaal in levende lijf aanschouwen? Kom dan in ieder geval naar Pictura, want daar gaat het allemaal plaatsvinden. Dit weekend.